Ik ga starten met het aanmaken van de e-mail zelf. Dat gebeurt bij content, e-mails. En hier zie je een paar onderverdelingen staan. Bij de layout zetten we de header en de footer, opgemaakt met de Visual Editor. En dan hebben we nog twee onderverdelingen, newsletters light, newsletters dark green. En hier kan er zelf één aangemaakt worden of je kan op deze mapjes verder gaan. Bij de eerste map, newsletters light, hebben we een paar voorbeeldnieuwsbrieven staan. Deze nieuwsbrieven pakken de header en de footer van hierboven over. Als je nu denkt, ik wil toch eens een andere nieuwsbrief maken met een andere header, kan je bijvoorbeeld een mapje aanmaken, daar de nieuwsbrief in steken en kiezen voor een andere header. Ook de unsubscribe page is hier opgemaakt. Hier kan je altijd de content aanpassen. Dan gaan we naar e-mail. En gaan we starten met het aanmaken van een campaign. Hier staan al een paar voorbeeldcampaigns, maar we gaan even een nieuwe aanmaken. Create folder. Test. Name invullen. From invullen. En onderwerp. Uiteraard kunnen al de andere zaken ook nog ingevuld worden, maar dit zijn voor de starten even de belangrijkste. Nu hebben we een mapje aangemaakt en gaan we eigenlijk een nieuwe e-mail in dat mapje aanmaken. Hier kunnen we de ontvangers aanduiden. Je ziet dat de name e-mail en het onderwerp is overgenomen van de map. En hier kunnen we de content, dus de page eigenlijk, koppelen. Die is opgemaakt met de Visual Editor. E-mails. En ik ga nu even deze kiezen. Opslaan en sluiten. Als we dan op het mapje klikken, zien we hier de e-mail staan. Als we nu verder gaan met de e-mail, dus deze terug openen, kunnen we hier bij Actions kiezen voor Send Email Now of Schedule Email. Als we nog andere zaken willen toevoegen aan de e-mail, kunnen we de e-mail gaan editen. De andere zaken hier verder invullen. En bij Advanced heb je nog andere settings, zoals bijvoorbeeld bijlagen toevoegen. Bij Providers is standaard de Dynamic Web Send Provider geactiveerd. En bij Recipient Provider kan je kiezen tussen Dynamic Web Users of Unresponsive Recipients. Als Tracking Provider moet je niks aanduiden, maar kan je kiezen voor Google Analytics. Opslaan en sluiten. Dan gaan we naar Automation. Hier heb je eigenlijk twee mapjes staan, Active en Inactive. Active bevat de e-mails die momenteel gepland staan. En Inactive bevat de e-mails die via planning zijn verzonden. De volgende optie die beschikbaar is, zijn de Flows. Dat is een reeks e-mails die automatisch in een vaste volgorde en met een vaste tijd tussen elke e-mail naar een groep gebruikers wordt verzonden. Het aanmaken van een flow. Create flow. Naam ingeven. Aanduiden of deze wel of niet actief moet zijn. De startdatum en de ontvangers aanduiden. Nadien kan je weer opslaan en sluiten. Bij flow zie je deze nu staan. Je kan die dan ook altijd editen en nog andere zaken aanduiden. Zoals processing, aanduiden wat er moet gebeuren met ontvangers die eigenlijk niet langer zijn opgenomen in de sectie van ontvangers. Dus dat is op zich wel een belangrijke. Je kan een interval instellen. In en van onder kan je eigenlijk steps gaan toevoegen. Elke stap komt overeen met een e-mail die wordt verzonden naar ontvangers die deze stap hebben bereikt. De volgende keer dat de flow wordt verwerkt. Hier kan een e-mail aangeduid worden. Delay unit en delay. Voor nu ga ik de step niet aanmaken, maar dan weet je hoe het werkt. Als laatste hebben we nog de Dynamic Segments. Die bestaat uit de tool Segment Search,
die alle gebruikers geeft die aan een reeks criteria voldoen. Bijvoorbeeld alle gebruikers ophalen die zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief, of alle gebruikers in België. We zullen eens een nieuw segment aanmaken. Hier kan je het een naam geven. Het max aantal gebruikers dat moet worden opgenomen. Welke criteria die je wil gebruiken. En dan kan je weer opslaan en sluiten. Ik ga even iets aanduiden. Voilà. Opslaan en sluiten dus. Hier staat ons tekstsegment. We kunnen dit dan gaan editen. En dan bij Rules klikken we op Manage. En kunnen we New Route Expression toevoegen. Bijvoorbeeld E-mail permission. Equals. True. Dan krijg je eigenlijk waar voor alle gebruikers met e-mail toestemming. Zo, dit was de korte uitleg over e-mailmarketing.